Yes, yes, dames en heren, het is de tijd voor een nieuwe update video. Allereerst druk natuurlijk eventjes op het duimpje omhoog. We gaan weer voor de heel erg veel blauwe duimpjes omhoog. Hopelijk kunnen we dat redden. Abonneer natuurlijk op ons kanaal om geen enkel live event te missen. Want wij zijn natuurlijk live. Als er een live event gebeurt en dat wil je niet missen, abonneer met dat belletje aan. En je kunt ons natuurlijk supporten in de itemshop met de supporter creator code. Te veel gevraagd wordt heel erg gewaardeerd. Goed jongens, het is vandaag 26 april. Laten we eventjes beginnen met de itemshop. Dit is de itemshop mensen. En jouw de Black Widow Marvel skin zit er nog steeds in. Samen met de Widow Pirouette, de Widow Bite. En wie had er gedacht dat Fortnite dit ging doen? Een samenwerking met Marvel. Oké, dat wisten we. Maar dat ze ook daadwerkelijk de skins gingen toevoegen. Holy damn, er komt er waarschijnlijk veel meer aan. Maar deze is natuurlijk al super tof. En ja, ik heb gelijk alles gehaald. In de daily zien we trouwens de Fifth Fakiers of zoiets. De Cloudbreaker, Stumpy, Shadowboxer, de Modern en de Ranger. Maar ja, wat natuurlijk het belangrijkste is, zijn die Marvel skins. En wie die ook heeft gehaald met de supporter en creator code, is de Mara V. Putten. Als Fortnite samenwerkt met Avengers, mijn favoriet, koop ik de spullen met mijn favoriete zak. TVG, jullie zijn de beste. Hey, Tamara, jij bent de beste. Je hebt gewoon ook de hele set gehaald. Holy damn. En jij, Tamara, wint de Freeze Bundle. Gefeliciteerd. En trouwens, voor de mensen die laatst V-Bucks of een Freeze Bundle hebben gewonnen, jullie krijgen maandag allemaal de code. Dan weten jullie dat. Goed jongens, laten we snel beginnen met het eerste topic en starten over de 8.5 update. Want nee, daar zijn we nog niet over uitgepraat. En het eerste topic is een wat negatievere topic. Natuurlijk, de 8.5 update had heel veel leuke dingen, maar ook een aantal negatieve dingen. En dan bedoel ik ook echt daadwerkelijk heel erg negatief. Om 11 uur, namelijk gisteren, was er natuurlijk downtime. En rond 1 uur, best wel laat, kon iedereen spelen. Behalve iOS-gebruikers. iOS-gebruikers moesten wachten. En dat was zo sad. We gingen namelijk in de avond live en iedereen zat nog steeds te wachten. Tenminste, die op iOS speelde. Echt uren later kon iOS updaten en genieten van de 8.5 update. Maar hoe vaag is dit? Bij de 8.4 update zagen we namelijk volgens mij, wat ik me kan herinneren, hetzelfde met iOS-gebruikers. Dus nu alweer is dit een standaard ritueel of zo. Dus ja, eventjes een F in de comments voor iOS-gebruikers. Want het is heel erg zielig, denk ik, voor hun. Maar goed, laten we snel overgaan naar het volgende topic, want ze kunnen nu wel gelukkig spelen. En dit gaat gelijk over een balance update die Fortnite heeft gedaan voor die endgame LTM. Namelijk, hier, jullie zien het in deze tweet, ze hebben een aantal dingetjes aangepast. Volgens mij hebben ze de boog iets aangepast en daarnaast hebben ze ook volgens mij wat andere dingen aangepast, waaronder bijvoorbeeld de Infinity Stone health die ze erbij kregen. Dus het is allemaal een beetje vaag, jullie zien het in ieder geval in deze tweet staan. Dit hebben ze aangepast om de endgame LTM een stukje beter te maken. Dat is natuurlijk super nice. Laten we snel overgaan naar het volgende topic. En dit gaat nog eventjes kort over de overtime challenges. Natuurlijk, Dion heeft het er gisteren over gehad. Heeft de overtime challenges laten zien. Maar er is een nieuw nieuwtje die ik er toch nog eventjes bij moet noemen. Namelijk, wat Dion gisteren ook al zei, er komen overtime challenges aan. En dit kan een slecht nieuwtje betekenen, omdat, ja, heel misschien dus Season 8 een week wordt verlengd. Aan de ene kant, sommigen vinden dat chill, sommigen vinden dat kut. Maar komt er simpelweg op neer, er komen overtime challenges. En deze challenges komen er niet voor niets in. Want wat kunnen we hierbij verwachten? Nou, 3 nieuwe skins die we gratis kunnen krijgen als je de Battle Pass hebt. En hoogstwaarschijnlijk, wanneer jij deze challenges doet, kun jij de Battle Pass van Season 9 gratis unlocken. Dan moet je wel alle challenges hebben gedaan, maar dan kun je wel gewoon de Battle Pass gratis krijgen. Dat is natuurlijk super tof. We dachten dat het door middel van gifting ging gebeuren. Maar ik denk nu eerlijk gezegd dat het de overtime challenges worden. Aangezien we dat ook het vorige seizoen zagen. Misschien kan het ook een combinatie zijn dat je het op beide manieren kan doen. Maar lijkt me sterk. Ik denk op dit moment dat ze de overtime challenges gaan gebruiken. Maar dat is nog heel eventjes afwachten. Er zijn wel dingetjes gevonden in de files. Dus grote kans dat dat in ieder geval gaat gebeuren. Maar ja, ook natuurlijk super nice dat we 3 gratis skins gaan krijgen. Als jij de Battle Pass hebt. Want ja, het zijn eigenlijk een soort van
aangepaste skins, zeg maar, van de skins die we al hebben. Maar goed, laten we snel overgaan naar het volgende topic. En dit topic is best wel groot. Het gaat namelijk over de map changes in de 8.5 update. Gisteren hebben we die niet gemaakt, omdat het er eigenlijk niet genoeg waren voor een gehele video. Maar ik dacht, het zijn toch wel redelijk belangrijke map changes. Laat ik ze dan eventjes in deze video doen. En ja mensen, dit is de eerste map change, de stones. Ze zijn bijna bij elkaar. Het scheelt nog een paar centimeter. De mannelijke variant gaat door het vuur voor de vrouwelijke variant. En ik vind het er heel romantisch uitzien. Ook echt dat bloemetje dat hij zo omhoog houdt. Ja, ik vind het echt heel erg nice. Laten we doorgaan naar de volgende map change. En dit is bij Salty Springs. Namelijk Salty Springs heeft bij een huisje ook een geheime bunker gekregen. Het is eigenlijk een soort van ondergrondse woonruimte. Het is niet echt een bunker. Maar in ieder geval super nice dat dit huisje ook een ondergrondse ruimte heeft gekregen voor extra loot. Dan de blok. Die is ook aangepast. En ik moet zeggen, het ziet er best wel, ja, ik weet niet, best wel geinig uit. Het lijkt een beetje op, hoe heet die game ook alweer? Met die rollercoaster tycoon of zo. Nou, in ieder geval, het lijkt er een klein beetje op. Super tof. En als laatste, ja, dit is een hele kleine, maar wel een heel belangrijke map change, namelijk de nachtclub vlakbij Polar Peak. Die is namelijk helemaal opengebroken en dit heeft een reden. Maar voor die reden moeten we eventjes doorgaan naar het volgende topic, want dit waren de map changes bij de 8.5 update. En ja mensen, in dit topic gaan we het hebben over het Rune Event. Want inderdaad, het Rune Event vond zich plaats bij dus die nachtclub vlakbij Polar Peak. We zagen een dansende rune vlakbij de danszaal. En wat moesten we hier doen? Nou, de gehele Fortnite community die moest dansen op de dansvloer. En dan zag in een balkje en die ging telkens meer naar rechts, telkens meer naar rechts, telkens meer naar rechts. En wanneer die aankwam bij 100%, zal ik maar eventjes zeggen, toen ging die naar achteren en flitste die weg richting Loot Lake. En toen, ja, simpelweg is letterlijk de derde rune actief gesteld. Voor de rest is er eigenlijk vrij weinig gebeurd, behalve dan dat we het eigenlijk twee keer moesten doen, omdat het de eerste keer glitchte blijkbaar. Maar voor de rest was het een heel erg tof event. En dit was weer zo'n community event die we dus gezamenlijk moesten doen. Waarschijnlijk gaat dit ook gebeuren bij het volgende event. En daar zijn we gegarandeerd live bij. Zou misschien vandaag kunnen zijn. Zou ook morgen kunnen zijn. Hou onze Twitter in de gaten, want daar houden we jullie up to date. Laten we doorgaan naar het volgende topic. En dit topic is best wel interessant. Het gaat namelijk over een post van een Epic medewerker. En dit is de post. There is going to be a blog post tomorrow covering various topics such as Field of View, Siphon, Game Evolution, etc. En dit is heel erg interessant. Vandaag dus komt er een blogpost online waarin ze dus onder andere de 50 health en shield die je kreeg per kill gaan ze behandelen. Daar gaan ze iets over zeggen. Ze hebben natuurlijk al enkele dagen geleden bekendgemaakt dat ze beter met ons willen communiceren met de community. En dat gaan ze dus doen door middel van deze blogpost. Deze blogpost gaat heel erg belangrijk worden. Dus ik kom er morgen in de update video nog sowieso op terug. Het gaat echt super dik worden denk ik. En ik denk dat alles veel duidelijker wordt. En duidelijkheid is heel erg belangrijk richting je community. En dat gaan ze nu dus doen. Laten we gelijk doorgaan naar het volgende topic. En dit gaat over Season 9. Weer een nieuwtje over Season 9. We hebben meestal aan het einde van het seizoen nieuwtjes over het volgende seizoen. Nu ook weer. Namelijk wat ze gaan doen voor Season 9. Wat nu al geconfirmed is. Ze gaan de audio updaten. En damn, wat is dat ontzettend nodig. We hebben al meerdere keren gemeld dat ze de audio hebben gefixt. Bla 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 bla. Maar het is nooit goed geweest. En we hopen nu allemaal dat het gaat gebeuren in Season 9. Jullie zien deze hele labtekst. Dit gaan ze oplossen. Ik ga het niet opnoemen. Ik hoop dat je Engels kan. Nou, het komt er simpelweg op neer. De audio wordt gewoon beter. Je kunt veel beter horen of er een enemy naast je staat, et cetera, et cetera. Dus het wordt allemaal beter in Season 9 en dat werd tijd. Want de audio is zo slecht dat je soms de enemy helemaal niet hoort. En dat klinkt als een slecht excuus om dood te gaan, maar het is echt zo. Echt, soms ga ik dood en dan hoor ik de hele enemy niet. En dat is heel erg frustrerend. Dus dit gaan ze oplossen in Season 9. Ik kan niet wachten. Laten we doorgaan naar alweer het ene laatste topic. En dit is dat een Nederlander
Sander. De Face Clan is gejoind. Namelijk Martels FN is de Face Clan gejoind. En dit is volgens mij de eerste Nederlander, weet ik niet helemaal zeker, die de Face Clan joint. En holy damn, dat is natuurlijk super nice om te zien. Dus hey, gefeliciteerd Martels. We duimen allemaal voor je en we hopen dat je echt succes gaat boeken bij Face Clan. Laten we gelijk doorgaan naar het laatste topic. En dit is een post van nu.nl. Ja, ik dacht ook, wat doen nu.nl? Maar in ieder geval, wat ze hebben gepost is best wel interessant, moet ik eerlijk zeggen. Het gaat er namelijk over dat de saxofonist van het dansje Phone It In Fortnite heeft aangeklaagd. En hoe vaak hebben we dit al wel niet gehoord? Dat iemand Epic Games aanklaagt door middel van het dansje. Waarschijnlijk gaat deze saxofonist niet winnen. Maar het is wel gebeurd. En hij zelf denkt dat hij gaat winnen terwijl anderen al hebben gefaald. Nou, ik vind het heel erg knap. Ik dacht, misschien wel grappig om eventjes te vermelden. Om daar binnenkort weer op terug te komen dat hij heeft verloren. Want waarschijnlijk gaat hij verliezen. Mensen, dit was het einde van de update video. Ik hoop dat jullie allemaal weer hebben genoten. Laat dan natuurlijk eventjes een blauw duimpje omhoog achter. Zal heel erg gewaardeerd worden. Abonneer natuurlijk op ons kanaal om niks te missen over Fortnite. We zijn natuurlijk live bij de live events. Dus abonneren met het belletje aan wordt aangeraden, zeg maar. Je kunt ons natuurlijk supporten in de itemshop met de supporter creator code. Te veel gevraagd. En dan zou ik zeggen, geniet nog eventjes van de video's hier in beeld. En tot de volgende video. Peace out.